Hallo, welkom in deze webinar. Ik ben zeer blij dat je de moeite neemt om deze webinar te bekijken en dat je dus wil investeren in jouw kennis en in jouw salon. En ik weet ook heel zeker dat ook jij na deze webinar zeer blij zal zijn dat je deze moeite hebt genomen. Want als jij de tips toepast die ik jou zo dadelijk zal geven, dan beloof ik jou dat jij je omzet zal boosten deze zomer. Ik zal jou namelijk met heel veel plezier 10 tips geven om de verkoop in je salon een extra duwtje te geven. Want om van jouw salon een succesvol salon, een succesvolle business te maken, heb je meer nodig dan enkel de behandelingen die je aanbiedt. Of je nu alleen werkt in je salon of met personeel, je kan al snel uitrekenen dat het geld dat binnenkomt via je behandelingen een limiet heeft. Je tijd is beperkt, het aantal behandelingen die je kan doen is beperkt, dus de ideale manier om extra omzet te halen uit je dag is om ook te focussen op de verkoop van producten. En laat de zomer hier nu het ideale moment voor zijn. En voor ik start met de 10 tips, wil ik je even laten weten dat alles begint met de juiste mindset. Jouw salon is een business. Het is een onderneming die je met veel plezier en passie runt, maar waar ook je omzet en je winst van cruciaal belang zijn. Dat laatste durven we wel eens over het hoofd zien. Dus denk als een ondernemer, want jij bent een ondernemer. En dus focus je ook op de verkoop van producten. Hoe meer je hierop focust, hoe beter het zal gaan en hoe meer je de vruchten ervan zal kunnen plukken. Reken maar eens uit. 50 euro. Als jij erin slaagt om slechts 50 euro aan producten te verkopen in jouw salon per dag, dan kan je op een week 5 dagen 250 euro extra verdienen. 20 werkdagen per maand, dat betekent dat jij per maand 1000 euro extra kan verdienen en op een jaar maar liefst 12.000 euro extra omzet kan creëren. En dat naast je behandelingen extra door jezelf aan te sporen om slechts 50 euro per dag aan producten te verkopen. En reken maar eens uit wat dat geeft als jij erin slaagt om 100, 200 of misschien 500 euro per dag aan producten te verkopen. Alles begint dus met de juiste mindset, namelijk die van een ondernemer. Dus draai die knop nu om en dan gaan we samen door de 10 tips om de verkoop in jouw salon te boosten deze zomer. Tip 1. Leg jezelf en je team een doel op. En we blijven in het EK-thema. Want een doel dat motiveert en dat wil en dat zal je bereiken. Zo stond ik een tweetal jaar geleden, toen het nog mocht, op een beurs. En ik stond aan een standje waar er zeer interessante promopakketten werden verkocht. En elk jaar verkochten we daar een 30-tal promopakketten. Maar ik wist dat we nog 60 van die pakketten in stok hadden. En dus had ik tegen mezelf gezegd, Aurélie, jij verkoopt dit weekend die 60 pakketten. 60 pakketten. Dat is het dubbele van wat we de vorige jaren deden. Maar dat is mijn doel en ik ga ervoor. Door dat doel voor mezelf op te leggen, creëerde ik een prestatiedoel met intrinsieke motivatie. Ik wou dat doel bereiken, omdat ik dat voor mezelf wou en ik die prestatie wou neerzetten. Door die focus ging ik tot het uiterste en bleef ik niet staan wachten tot er geïnteresseerden voorbij kwamen die wat meer uitleg wouden, waardoor ik zou kunnen gaan verkopen. Nee, ik wist dat ik er 60 moest gaan verkopen en dus ging ik voorbijgangers zelf aanspreken en dat ging vlotter dan verwacht. Op het einde van de beurs had ik 59 pakketten verkocht. Alleen het demonstratiemodel bleef over, maar mijn doel was er 60 te verkopen. Dus voor die laatste haalde ik alles uit de kast. Ik sprak voorbijgangers aan over de laatste kans om dit pakket te scoren, aan een korting, omdat het een demonstratiemodel was. En zo verkocht ik op die beurs het dubbel aantal pakketten dan de vorige jaren. Dus stel je voor wat er was gebeurd als mijn doel was 100 pakketten verkopen. Dus wat ik hier wil duidelijk maken is dat een doel niet alleen motiveert, maar het zorgt er ook voor dat je de hele dag de focus legt op de verkoop van een specifiek product of productgamma en daardoor je verkoopkansen doet stijgen. Werk je in teamverband? Bepaal dan samen de doelen. Leg zeker niet zomaar doelstellingen op en beloon elkaar ook bij het halen van die doelen.
Dat zorgt niet alleen voor extra motivatie, maar het zorgt er ook voor dat het team dit meeneemt naar de volgende doelstelling en dat leuk, euforisch moment bij het vieren van dat resultaat opnieuw wil beleven en zich dus opnieuw zal inzetten en focussen. Zo creëer je naast intrinsieke motivatie ook een extrinsieke motivatie. Tip 2. Maak een planning. Doelstellingen bepalen voor jezelf en samen met je team is één ding, maar het is ook belangrijk om deze doelen te gaan structureren. Te veel doelen tegelijkertijd willen halen zorgt ervoor dat je je focus zal moeten verdelen tussen die verschillende doelen. En dat wil je niet. Je wil pure focus op één doel, zodat je alles uit de kast kan halen om dat doel te verwezenlijken. Maak daarom een kalender. Een kalender waarin je elke week, of elke maand, of misschien wel elk kwartaal je doelen opneemt. Bijvoorbeeld, in de maand december, de feestperiode, focus je jezelf puur en alleen op de geschenksetjes die je wil verkopen tijdens de feestperiode. Ik wil elke dag in december minstens 2 geschenksetjes ter waarde van 30 euro verkopen. Dat is een zeer realistisch en meetbaar doel. Minstens 2 setjes per dag, dat wil zeggen dat ik van 1 tot en met 24 december 48 geschenksetjes wil verkopen en dat ik dus een extra omzet wil halen van minstens 1440 euro extra. Door deze doelstelling voor jezelf op te leggen en deze op te nemen in een kalender met een deadline, hier 24 december, zal je alles uit de kast halen om dit te bereiken. En als je dan eens een dag hebt waar je maar 1 setje verkoopt, dan zal je er alles aan doen om er de volgende dag 3 te verkopen. En zo zal je doelstelling op het einde van december bereiken. En heb je ze bereikt, aarzel dan niet om jezelf te belonen. Tijdens de zomermaanden is het uiteraard interessant om je te focussen op pedicureproducten, want iedereen laat graag zijn blote voetjes zien en die moeten natuurlijk verzorgd en onderhouden worden. Zet dus voor jezelf deze zomer zeker een doelstelling op waarin je de verkoop van pedicureproducten opneemt. Tip 3. Communiceer. Je wil een doel halen. Jij wil deze zomer bijvoorbeeld 30 pedicuresetjes verkopen. Zorg er dan ook voor dat jouw klanten ook weten dat jij pedicuresetjes aanbiedt. Communiceer hier dus ook over. En dat doe je best op verschillende kanalen, op verschillende wijzen. Doe dat heel duidelijk in je salon aan de hand van een dealsheet naast de tentoongestelde producten. Praat er ook over tijdens een behandeling. Zet het in de kijker op je Instagram en Facebookpagina en stuur er bijvoorbeeld een aantrekkelijke mailing of nieuwsbrief over uit. Communication is key. Je kan er niet genoeg over praten. En herhaling, dat werkt. Dus wees niet bang dat jouw klanten dit meerdere malen zien voorbij komen of horen. Hoe meer ze het zien, hoe beter jouw verkoopkansen worden. Communiceer niet alleen, maar adviseer ook. Tip 4. Tip 4, ja inderdaad. Een 6-wekelijkse pedicure of een 3-wekelijkse manicure is voor jouw klant meestal niet genoeg om van bepaalde kwaaltjes af te geraken. Gebruik daarom jouw expertise en raad de klant een bepaalde dagelijkse behandeling aan met een van jouw professionele verkoopsproducten. Maar eerst en vooral, wijs haar op de kwaaltjes die ze heeft. Je klant weet misschien niet dat haar schilferende, jeukende voeten veroorzaakt worden door een schimmelinfectie. Ze kent haar behoefte dus nog niet. Het is dus aan jou om haar nood, haar behoefte te leren kennen, zodat jij haar kan helpen met een oplossing. Zo zal jij ook nooit pusherig overkomen, maar zal de klant je dankbaar zijn omdat jij haar verlost hebt van haar kwaaltjes. Aarzel dus niet om een foot fungus protector aan te bieden aan deze klant. Jij bent hier niet pusherig, maar je helpt de klant. Je klant zal sowieso op zoek gaan naar een oplossing als ze haar behoefte kent. En dan is het de ondernemer in jou die oplossing moet bieden en je klant dus niet moet sturen naar de apotheker of de supermarkt. En dat brengt me naadloos tot de volgende tip. Herken opportuniteiten. We weten het allemaal. Je bent niet alleen schoonheidsexpert, maar je bent ook een luisterend oor of soms zelfs psycholoog voor je klant. En dat is leuk, maar remember, we zijn in de eerste plaats ondernemers. Maak dus van deze leuke gesprekken tijdens de behandelingen gebruik om opportuniteiten te herkennen.
komt je klant binnen voor een manicurebehandeling en vertelt zij 100.000 over hoe pijnlijk haar hielen zijn en dat ze last heeft van kloven, ga hier dan op in. Verkopen is vooral goed luisteren. Eventueel de juiste vragen stellen en opportuniteiten herkennen. Herken de behoeften van je klant en bied de juiste oplossing aan in de vorm van een product of behandeling. In dit geval zou ik deze klant kunnen helpen met een cracked heel foam. Ik bied een oplossing, ik help de klant en ik zal dus nooit pusherig overkomen. Tip 6. Ooghoogte. Zet je producten op ooghoogte. Want ooghoogte is verkoophoogte. Plaats je producten in het gezichtsveld van je klant. Als je klant de producten niet kan zien, dan zal de klant deze ook niet kopen. Dus ook tijdens de behandeling is het belangrijk om je verkoopproducten in het gezicht te zetten, in het zicht. Zit de klant in een behandelstoel, zet de producten dan niet achter de stoel, maar voor de stoel. Durf ze ook wat lager zetten, zodat de klant geen moeite hoeft te doen om die producten te zien. De producten zullen dan zelf de aandacht trekken en interesse opwekken. Dus wat ik hier zou aanraden is, betreed je salon eens als klant. En kijk eens rond. Wat ziet mijn klant? Wat ziet ze eerst? Wat ziet ze niet? Op die manier zal jij je salon beter indelen, beter inrichten en daardoor je verkoopkansen doen stijgen. Je kan ook altijd extra visibiliteit creëren door bijvoorbeeld promosheets, posters of banners te plaatsen. En bij ProNails kan je zulke marketingtools altijd opvragen. Tip 7. Grijpbare producten. Zorg ervoor dat je producten grijpbaar zijn. Het slechtste wat je kan doen, en dat zien we vaak, is er een bordje bij plaatsen, niet aanraken. Want dan kan je evengoed zeggen, niet aankopen. Nee, je moet net die interactie oproepen. Laat je klanten die producten voelen, laat ze ruiken, ervaren. Zorg ervoor dat ze de producten ook zelf uit je rek kunnen nemen om eens te kijken. Maak de drempel zo laag mogelijk. Een handige tool hiervoor zijn displays en testers bijvoorbeeld. Plaats er ook altijd de prijs bij, want niets is zo vervelend voor je klant om de prijs te moeten vragen. Dat is alweer een drempel en we willen onze verkoopkansen alleen maar verhogen. Tip 8. Incentive. Om de verkoop van bepaalde producten of productsetjes een extra boost te geven, kan je klanten belonen met een incentive. Een incentive is letterlijk een beloning in de vorm van een product of dienst voor een specifieke prestatie. Kopen. Dus incentives kan je inzetten om producten aantrekkelijker te maken. In de zomermaanden verkopen we vooral pedicureproducten. Je kan dan een actie opzetten met een incentive waarbij je klant bijvoorbeeld een gratis strandtas geeft bij aankoop van enkele van die pedicureproducten. En dat brengt me bij de voorlaatste tip. Geef nog het best een incentive met een doel. Je hoeft niet zomaar een cadeautje te geven, maar je kan ook iets geven dat in de toekomst tot meer verkoop kan leiden. En een leuk voorbeeldje is een actie die heel populair en gewild was tijdens de lockdown in de ProNails salons. Bij aankoop van een setje handcrèmes, die je hier ziet, kregen de salonklanten een ontsmettingsgel ter waarde van 5 euro volledig gratis. En dat is een zeer interessante actie om 3 redenen. 1. Deze producten zijn super relevant, want iedereen ontsmet zijn handen vandaag en iedereen heeft nood aan hydratatie na al dat ontsmetten. 2. Deze 2 producten zijn perfect compatibel met elkaar, want voor het ontsmetten van de handen, door het ontsmetten van de handen eigenlijk, drogen de handen uit en dan heeft men nood aan hydratatie, wat men kan vinden in die handcrèmes. En 3, het belangrijkste, deze salons gaven een ontsmettingsgel cadeau, maar ze zorgden er ook voor dat ze deze gels ook verkochten. Al de klanten die deze actie aankochten, leerden ineens ook de ontsmettingsgel kennen, waardoor zij later terugkwamen om deze ontsmettingsgelletjes aan te kopen. En zo waren deze salons opnieuw zeker van een succesvolle verkoop. En dan komen we tot de laatste tip. Geef eens een staaltje mee, maar doe het niet zomaar en aan iedereen. Probeer hier kwalitatief mee om te gaan, want staaltjes en zeker luxe stalen, die kosten geld, dat weten we. Investeer je hierin, dan wil je dat dit opbrengt. En dat doen ze ook. Staaltjes meegeven aan klanten die nog dat extra duwtje nodig hebben, heeft 2 grote voordelen. 1.
De klant krijgt letterlijk een extraatje van jou, waardoor de klantenbinding alleen maar versterkt. En twee, dit product zal veel gemakkelijker verkopen als de klant de kans heeft gehad om het uit te proberen. De kunst is hier om deze actie goed op te volgen. Bijvoorbeeld, geef je een staal mee van de Cooling Leg & Foot Lotion aan mevrouw Janssens, omdat ze je vertelde last te hebben van zware benen tijdens de zomer. Remember, opportuniteiten herkennen. Dan vraag je bij haar volgende bezoek wat ze van het staaltje vond en of het product geholpen heeft. In de meeste gevallen zal je klant er misschien zelf over beginnen. Maar ga hier niet van uit. Jij hebt een doel, remember? En ook dat staaltje heb je met een doel meegegeven. Opvolgen is dus de boodschap. Idealiter hou je van elke klant een digitale of geschreven klantenfiche bij, waarin je zulke zaken, net als uiteraard haar of zijn gegevens en voorkeuren, noteert. Dit lees je snel eventjes voor de komst van je klant en zo kan je veel gerichter werken aan je doelen. Ziezo, dat waren de 10 tips. En om deze webinar succesvol te eindigen, willen wij jou bij ProNails een extra duwtje in de rug geven met je productverkoop. Om jouw verkoop deze zomer te boosten, zorgen wij ervoor dat jij de incentives en de luxe stalen volledig gratis krijgt van ons, zodat jij de volgende acties kan doen in jouw salon. De eerste promotie is de succesvolle actie van tijdens de lockdown, waar ik het daarnet al over had. Die kan niet ontbreken. Bij aankoop van dit ongelofelijke setje handcrèmes krijgen jouw klanten deze zalige ontsmettingsgel ter waarde van 5 euro volledig gratis. En dit is niet zomaar een ontsmettingsgel, dit is een hydraterende ontsmettingsgel met een heerlijk parfum van witte gember. En daarboven voelt hij zalig aan op de huid en plakt hij dus niet. De handcrèmes zijn anti-age crèmes, die dus tegen huidveroudering gaan werken, doordat zij boordevol antioxidanten zitten en daarboven nog eens optische rimpelvullers bevatten. Deze promo is heel de zomer geldig en kan jij aankopen per 6. ProNails voorziet hierbij ook nog handige dealsheets, zodat jij dit zeer gemakkelijk kan communiceren in jouw salon. Want communication is key. En dat geldt ook voor de tweede promo. En dat is, zoals ik al zei, een pedicure promo. Want deze zomer focussen we ons het best op pedicure producten. Het bestseller pedicure product bij ProNails is zonder twijfel de Callus Off met bijhorende voetrasp. De Callus Off is een wonderproduct. Dankzij zijn natuurlijke formule met urea gaat de Callus Off diep inwerken op de dode huidcellen en ervoor zorgen dat die loslaten. Je spreekt het op de eeltvlekken van je klant, op de voeten, laat het even inwerken en je zal zien dat de eelt loskomt als parmezaanse kaas. Ongelooflijk, maar zalig. Maar wees slim en gebruik dit product niet enkel tijdens je behandelingen. Verkoop deze ook. Je klanten zullen er gek van zijn en zullen tussen twee pedicurebehandelingen door hun voeten kunnen onderhouden, wat weer minder werk oplevert voor jou. En ik hoor het je nu al angstig afvragen, ja maar als mijn klanten hun eelt zelf kunnen verwijderen, zullen ze dan nog voor een pedicurebehandeling komen? Mijn antwoord is ja, duh, want een pedicurebehandeling doen zoals jij dat professioneel doet, dat kan de klant thuis niet evenaren, dat weet hij of zij ook. Maar dan nog, wat als jouw klant zelf haar voeten begint te doen? Wat als ze die zelf begint te verzorgen en daarvoor producten bij jou komt aankopen? Reken dan maar eens uit hoeveel jij verdient aan een pedicure, waaraan je minstens een half uur werkt. En vergelijk het dan eens met de verkoop van die pedicureproducten, een verkoop die maar 5 minuten in beslag neemt. Dan denk ik dat je met heel veel plezier deze producten aan jouw klanten verkoopt. Dus speciaal voor deze klanten kan jij deze zomer deze actie aanbieden. Bij aankoop van de Callus Off, de Magic Foot File en de Cracked Heel Foam, een luchtige mousse om kloven te herstellen, krijgen jouw klanten er een super toffe tote bag bij. En een luxe staal van de Cooling Leg & Foot Lotion, een topproduct tegen zware, vermoeide benen en voeten. Een luxe staal dat meteen ook een incentive met doel is. Remember?
Wil je deze deal in jouw salon, dan kan je deze aankopen per 3. En ook hier kan je de nodige marketingtools zoals dealsheets bijvragen bij ProNails. En dan de laatste actie voor jouw klanten is er eentje met de luxe staal. Want luxe staal geven heeft 2 voordelen. Je versterkt de klantenbinding, omdat je klant letterlijk een extra cadeautje geeft. En dankzij het luxe staal kan jouw klant jouw product zonder enige drempel thuis proberen en verhoog jij je verkoopkansen. Dus de actie voor jou deze zomer, koop 5 dezelfde retailproducten en krijg hiervan 5 luxe stalen volledig cadeau. Nu, naast deze interessante promoties voor jouw klanten, willen wij ook nog onze klanten, zoals jij, bedanken voor onze 40ste verjaardag dit jaar. Om die reden krijg jij volgende cadeautjes van ons en dat gedurende de hele zomer. Bij aankoop vanaf €200 krijg jij de Limited Edition ProNails Pins cadeau. Bij aankoop vanaf €300 krijg je daarbovenop nog eens de Limited Edition T-shirt naar keuze cadeau. En vanaf €500 krijg je daarbovenop nog eens de Limited Edition sweater cadeau. Ongelooflijke leuke cadeautjes deze zomer. Je kan al deze acties terugvinden in jouw dichtstbijzijnde ProNails Cash & Carry. En uiteraard ook 24/7 op onze ProNails webshop. Trouwens, op de ProNails webshop kan je ook betalen via Klarna. Dat wil zeggen dat je niet meteen hoeft te betalen, maar dat je maar liefst 21 dagen betaaluitstel krijgt. Dat is superhandig als je deze zomer wil focussen op je verkoop. Want dan kan je verschillende verkoopsproducten inslaan en die pas betalen als je ze verkocht hebt. Ik wens jou een zonnige, maar vooral super succesvolle zomer toe. Tot de volgende!